gloeiende, gloeiende, gloeiende. Het lijkt verdorie wel scheurpapier. Ik zal het te doen, Nol. We moeten bezuinigen. Bezuinigen, maar toch niet op toiletpapier. Straks blijft er helemaal niks meer van me over. Ja, als jij je baantje als nachtwakender aangeeft, terwijl we nog een grote schuld hebben bij de aannemer, het geld zal toch ergens vandaan moeten komen? Nee, nou nog mooier. Wie heeft er net 3 weken aan de Costa Brava gelegen? Dat was van mijn bloedeigen spaargeld. Staat de verwarming wel aan? Jazeker, op 11 graden. Schoot enorm in de stookkosten. 11 graden? Geweldig, de oren vriezen van mijn kop. Nou, ik brei wel een paar lekkere oorwarmers voor je. Nou, hou nou toch op met die onzin. Schenk nou maar een lekker kopje koffie voor me in. Ga je doen? De thermostaat op een normale temperatuur zetten. Niks ervan. Wat? Het is of bezuinigen, of jij gaat weer wat bijklussen. Bijklussen? Dat is steunfraude, Rietje. En daar doe ik niet aan mee. Sinds wanneer maak jij je daar druk om? Sinds het weer tijd is voor normen en waarden. Nee, nee, dan gaan wij maar bezuinigen. Weet je, Rietje, in de oorlog wisten we niet beter. Toen aten we tulpenbollen. En dronken we sigoerij in plaats van koffie. En dat was eigenlijk best te doen. Wat is dat? Nepcafé. 89 cent per pond. Hey, hebben jullie gelezen dat de jongeren van tegenwoordig steeds vroeger met seks beginnen? Oh ja, dat las ik ook. Hoe lager de opleiding, des te eerder ze beginnen. Ja, maar met wie kan je nou nog een goed gesprek hebben nadat je seks hebt gehad? Probeer het eens voor de seks. Jongens, kan dit even als ik dit uit heb? Sorry. Hey, ze zoeken een traffic manager voor een reclamebureau. En je modellenbureau dan? Ach ja, dat trekt wel weer aan. Dit kan ik leuk even tussendoor doen. Leidinggevende functie, goed salaris, creatief bedrijf. Top! Nou ja, je hoeft alleen nog even aangenomen te worden. Dat is geen enkel probleem. Met mijn ervaring en mijn cv, ik maak een hele goede kans, zeker weten. Ja, ja, als het alleen daarom gaat, ja. Waar zou het anders om moeten gaan? Nou ja, wat sommige meiden wel niet doen om aan een baan te komen. Oh, vertel, vertel. Nou, dat ik niet dat ik zoiets doe, maar nou, oké, één keertje vroeger. Toen ging ik met een vent naar bed voor een baantje als serveerster. Wat? Maar het was een hele leuke vent hoor, Lex. Jij ging met een vent naar bed voor een lullig baantje? Ja, maar oké, die baan. Oh, die kreeg ik niet. Nee, die man die bleek ze helemaal niet te werken. Kind, ben jij even dubbel genomen? Ja, ik was nog jong en naïef. Ik ben in je spritsbisch volfase. Ja, Ah, dus jij ging met een vent naar bed voor een baantje? Lex, je kwijlt. Traffic manager. Wat moet je dan eigenlijk allemaal doen? Oh, gewoon logistieke zaken coördineren en zo. En verder? Waarom interesseert jou dat? Nou, waarom niet? Oh, nee, ik dacht... Oh, jij dacht dat ik zo'n baan toch nooit zou kunnen krijgen? Dat heb ik niet gezegd. Maar je bedoelde het wel. Hoe kom je daar nou bij? Ik ga dan ook solliciteren. Ja. Jij denkt dat ik dat niet kan. Dat is niet waar. Heb ik dat gezegd? Nina, er is hier niemand die niet denkt dat jij geen goede traffic manager zou zijn. Denk ik. Toch? Ja, zie je wel? Nina, wacht. Je kan wel bij ons komen werken. We kunnen je natuurlijk geen goede carrièrekansen bieden of salaris en zo. Maar... Lex! Ik weet het. Rot op. Mooi. Ik heb niet. Wat? De boulevard zoekt jonge barmedewerksters? Wat, ik wist niet dat wij mensen nodig hadden. Nou, moet je niet meteen nee zeggen, hè. Maar het leek mij gewoon een goed idee om gewoon eens wat kandidaten langs te laten komen. Nee, ik wil dit niet horen, Lex. Kom op nou, we hebben geen geld om iemand aan te nemen. Haha, maar wie zegt dat ik iemand wil aannemen?
Oh, nee. Ja, kijk, nee, hey, nee. Als dat geen slim idee is. Oh, jij bent een vies, funzig, gnoestig beestje. Zo moet je dat allemaal niet zien. Nee, kijk, dit is de kans om de vrouw van je leven te ontmoeten. Ah, ja. En als je die gevonden hebt? Dan trouw ik met haar. Oh, Koetje, Koetje, ja. Koetje, dat is zo leuk. Ja. Dat is toch worden, want ik je getuige. Ja, is goed. En er is er ook vast een eentje voor jou bij. Lex, ik heb dat soort methoden niet nodig om aan vrouwen te komen. Oké? Okay? Nee. Oké, okay. Dan hou ik ze allemaal zelf. Wat? Nee, Lex, Lex, ik wil het niet hebben en we gaan dit niet doen. Oké? Okay? Nee, beloof het, zweer het. Oké, oké. Oké. Wat? Oh, het vertrouwen is weer groot. Vragen naar Lex Pijnakker. Oh, ben jij nog lang bezig? Nog heel eventjes. Hey. Ga jij nou echt solliciteren op die baan? Ja. Of is dat een dom plan? Nee hoor. Nee, echt niet. Alleen leidinggevende functie kom je wel in een slangenkuil terecht. Oh, maar ik ben heel goed met dieren. Dat bedoel ik niet. Ach, duh. Nina. Ja, oké, okay, zeg het maar. Nou, wat ik wil zeggen, jij bent meer een gevoelsmens. En dit is meer iets voor een regelneef. Nicht, zoals ik. Jimmy? Ja, hoor, Nietzen. Zie jij mij als een regelnicht? Wat is dat? Iemand die het verkeer regelt in een darkroom? Nina, ik wil je alleen maar helpen. Natuurlijk. Ja, echt? Ja, 100%. Nou, oké, dat komt er mooi uit, want ik kom niet uit die eerste zin. Begin je nou met best of met geachte? Ja. Precies, ja. Je weet wat het is? Oké. Dag, tot straks. Ah. Meneer Brouwer, wat komt u nu weer doen? Gezellig, hè? Nou, reuze gezellig. Nog even en we kunnen hier een bed neerzetten. Ja, nou, dus dat zou kunnen. Maar laten we dan beginnen met een lekker bakje koffie en iets van een koekje of zo. Oké. Goed. Dat is weer de zesde van vandaag. En wat mij betreft ook tevens de laatste. Krijgt u bij mevrouw Brouwer soms geen koffie? Jawel, jawel. Nou ja, eigenlijk nee, dat wil zeggen. Ik zal het je uitleggen. Kijk, Rietje is aan het bezuinigen en niet zo'n beetje ook. Dat is boeiend, meneer Brouwer. Dat een man van de wereld zoals u gewoon moet bezuinigen. Wat is Lex aan het doen? Geen idee. Denk jij dat die twee iets hebben? Ik heb altijd gezegd dat hij nog eens een keer een heel leuk meisje aan de haak zou slaan. Maar vandaag even niet, meneer Brouwer. Goeiedag. Collega, mag ik even spreken? Auw. Ja, wat was je aan het doen? Het was zakelijk. Zakelijk? Ja. Waarom bekruipt mij het gevoel dat jij toch achter mijn rug om die advertentie hebt gezet? Gap, moet ik nou echt mijn hele leven alleen blijven? Bekijk het van mijn kant. Kijk het van jouw kant. Ja. Maar waarom verprut je het dan? Okay. Heb je nog wat tips? Want er komen zo nog een paar dames. Oh ja. Wat voor dames? Niks bijzonders. Zeg, luister eens, dingen. Ik heb geïnvesteerd in deze zaak, dus ik heb het recht om te weten wat er aan de hand is. Ja, Lex, vertel meneer Brouwer haarfijn hoe jij dit café misbruikt. Ik leg het later wel uit. Als u belooft dat u niks aan mevrouw Brouwer vertelt. Of aan Eva. Oh. Of aan Nina. Ja, dan is op mij kun je rekenen. Oké, okay, heel fijn. Ja, als ik nog een lekker koekje van je krijg. En straks een lekkere jonge borrel. Ja, zolang jij mijn eten en drinken verzorgt, zwijg ik als het graf. Oh, meneer Brouwer, eet en drink wat uw hartje begeert. Hè? Lex betaalt het allemaal. Uit eigen zak nog wel. Hey, nou is het afgelopen met die gein. Geef me die lijst. Hop, ik bel ze allemaal af. Hop. Hi, Jimmy de Waard. Ik ben mede-eigenaar. Kom jij voor de sollicitatie?
Doe rustig nou, rustig nou. Kom net binnen. Wacht even. Brouwers. Schiet eens op. Wacht. Dit is voor jou. Hallo. Omschrijving, behandeling, wortelkanaal. Oh. Dit is een tandartsrekening. Ja, nee, maar hier nog één. Ja, dank je. Ja, eentje voor jou. Beste Eva, hierbij kunnen we jou tot ons genoegen... Yes! Aangenomen? Uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Okay. Ik wist het. Oh, nou. Ja, leuk. Oh. Nou, joh, volgende keer beter. Yes! Wat? Je zei toch dat ik het kon als ik jou toch niet had? Oh. Nou, gefeliciteerd. Hartstikke goed, hoor. Hey, zo zie je wat een beetje goede brief kan doen. Oh, nou. En die leuke foto die ik erbij gedaan had. Ja, daar werd toch helemaal niet om gevraagd? Oh, nee. Ik ben even boven. Geachte heer Pijnakker, in reactie op uw advertentie. Bladibladibla. Leuke uitdaging. Kijk, ruime ervaring. Lagere hotels. Dat klinkt goed. Foto. Bril. Ja, u hoort nog van ons. Zo, eens even kijken. Geachte heer. Bladibladibla. Niet eens lagere school afgemaakt. Het is niet restaurant, het is restaurant, minder bedeelde Miep. Maar god, wat moet ik met die shit? Oh, en jij bent door naar de volgende ronde. Zo, ik heb misschien iets overdreven over dat salaris, maar goed. Lex. Nina, wat kom je doen? Lex, niet voor seks. Oké, ik heb je advies nodig, dus je gaat dit nou weer niet verknallen. Nee, oké, goed. Wat is dit? Fanmail. Jij bent toch niet iemand aan het stalken, hè? Ik? Hoe kom je daar nou bij? Oké, ik ben dus uitgenodigd voor dat gesprek. Heel goed, heel goed. Ja, maar het probleem is dat ik weet niet of ik het wel moet doen. Want? Nou, wat nou als ik ongelooflijk door de mand val? Dat gaat toch mooi af? Zeker bij Eva. En bij al die mensen van dat bureau. Oh, waarom ben ik je aan begonnen? Kijk, en toen dacht je, dan kom je bij mij voor advies. Nou ja, ik dacht, ik heb niet zoveel ervaring met afwijzingen. En daarvoor moet je bij Lex wezen. Oké. Nou, laat maar. Nee, laat maar. Ik begrijp wat je bedoelt. Jij houdt me toch niet voor de gekken? Nee, ik weet niet of je er iets in hebt, maar... Als ik ergens heen moet, waar iedereen... Nou ja, als je denkt van, ik hoor hier niet, dan heb ik een trucje. Oh ja? Ja. Wat dan? Nou, je weet toch dat ze altijd zeggen dat je moet denken dat iedereen in de zaal naakt is, hè? Ja. Maar wat ik doe, ik denk dat iedereen zijn kleren aan heeft. Behalve ik. Ik ben naakt. Oh. Ja, op die manier kun je nooit afgaan, want je staat toch al voor lul. Nou? Lex? Ja? Bedankt dat je dit met mij wilde delen. Geen dank. Kom je? Nee, nog even. Zo. Hey. Dat moet ook maar eens afgelopen zijn. Ja, maar die mooie mevrouw ging net laten zien hoe dat ding werkt. Dat was voor je buikspieren, Nol, en die heb jij niet. En trouwens, die tv, die vreedstroom. Voortaan gaat hij alleen nog maar aan als we iets echt willen zien. Hm? Die stomme ziekenhuisseries van jou zeker? Die zijn anders bijzonder leerzaam, Nol. Nou ja, je leert wie het met wie doet. Gloei, wat is dat voor lucht? Kruid niks. Wat is dat? Pens. Hè? Ja, gebakken in reuzel. Een recept uit de vrekkenkrant. Is dat nog wel goed? Jawel, gewoon een kwestie van flink doorkoken. Ik voel me ineens niet zo lekker, Rietje. Een wandelingje in de frisse lucht, dat zal me goed doen. Geef niet, dan krijg je het straks wel als avondeten. Ja hoor, groeten. Wacht eens even. Een wandeling.
bedoeling dat je naar de boulevard zeker, hè? Niks ervan, vooruit naar binnen en zitten. Ja, maar... Nee. In de kroeg zitten kost geld, no? Goed, Rietje, dan niet. Ik heb Rietje, Riet, waar is de krant? Oh, ik heb het abonnement opgezegd. Hier. Ja, maar dat is zo'n huis-aan-huis ding. Ja, maar kijk nou eens. Daar staat hartstikke veel in. Hier, kijk dan. Hier. En hij is nog gratis zo. Krijg nou wat. Huh? De boulevard zoekt jonge hoge verdiensten. Hé, volgens mij gaat dat regenen, Rietje. Ja, jij hebt daar zo vaak achter die bar gestaan. En wat kreeg je daar nou voor? Een greepstuiver? Nou ja, het zijn hun zaken, Rietje. Nee, Nol, als er iemand recht heeft op die baan, dan ben jij het wel. Jij gaat nou onmiddellijk naar de boulevard en vragen hoe dat zit. Wie, ik? Ja. Nu? Ja. Ik nu naar de boulevard? Meteen, voordat iemand anders die baan krijgt. Gloeiende. Nou, dan ga ik wel weer, hoor. Ja. Zakelijk en toch sexy. Hm? Oké, okay. Je bent echt serieus over die baan? Hoezo? Moet je even het prijskaartje uit je nek halen? Sexy en toch zakelijk. Nee? Shit. Tada. Waarom heb jij dezelfde jurk aan als ik? Hoe moet ik nou weten dat ik dezelfde jurk aan heb als jij? Oké. Iemand van ons moet iets anders aantrekken. Nou ja, ik hoop dat jij dan wat anders hebt, want ik hou deze mooi aan. Nee, want ik heb de jurk speciaal vandaag gekocht, dus ik hou hem aan. Oh, maar ik had hem gisteren al gekocht, dus trek jij maar wat anders aan. Je weet hoe lang het duurt voordat ik weet wat ik aan moet trekken. Over een uur heb ik dat gesprek al. Oh, en ik over een half uurtje. Als ik die advertentie niet had gezien, dan had jij niet eens gesolliciteerd. Nou, had er lekker je mond gehouden, joh. Jongens, nou. Hallo. Ik lees over de knie van Ramon van Haren. Please. Oké, mijn schuld. Wat doen we nu? Mag jij beslissen? Want ik ben toch het eerste aan de beurt. Nou, Eva, wat doe je nou? Nou, dames! Willen jullie nog weten wat ik vind van jullie jurk? Ja. Hele mooie jurk. Maar voor een sollicitatie... Hoi. En? Ja, ging wel. En met jou? Moi. Zijn we weer vriendinnen? Ja, tuurlijk. Het leek me alleen zo spannend, een baan in de reclame. Ja, maar het is ook heel goed dat jij eens wat anders probeert. Al was het alleen maar om te weten dat ik meer kan dan formulieren invullen, koffie inschenken. En met de jongens van de postkamer flirten. Hey, maar als ik nou straks die baan krijg, hè? Dan zijn we toch nog steeds vriendinnen? Ja, tuurlijk. Ik vond het sowieso toch maar een raar bedrijf, hoor. Met al die snelle popie-types. Ik heb maar een beetje popie teruggedaan, maar... Je had helemaal gelijk, ik paste helemaal niet tussen. Ach joh, dat heb ik ook. Stel dat je patsers waren. Oh, ik hoef die baan niet eens meer. Ik ook niet. Nee! Oh, nee. Is het jou of de mijne? Is de mijne. Oh, is het jou? Met Eva? Hè? Verkeerd verbonden. Ja, dat heb ik toen. Zo, een biefstuk medium rare. Medium de wat? Als het maar lekker is, hè? Dames, mag ik jullie als mede-eigenaar nog een drankje aanbieden? Ja, lekker. Maar hoe zit het nou met die baan? Oh, dat gaat Lex jullie allemaal haarfijn uitleggen, zo dingen. Lex, nog één keer hetzelfde voor de dames. Ja. Nou, eet smakelijk, meneer. Dankjewel, schoonheid. Maar jij mag wel Nol zeggen, hoor. Nol, bro! Waar zijn wij mee bezig?
bezig? Niks, Rietje. Niks? Je zou met de jongens gaan praten. Ja, dat heb ik gedaan, Rietje. Dat zie ik. Ja. Maar zeker niet over die advertentie. Hm? Advertentie. Lex, de advertentie. Heb je het ze gevraagd of niet, Nol? Nol? Nou ja, heb je... Of moet ik die biefstuk in beslag nemen? Nee, Rietje. Ik bedoel, ze hadden helemaal niemand nodig. Die advertentie was alleen maar bedoeld om de meisjes binnen te krijgen. Wat? Om ze binnen te krijgen? Oh! Je bent mede-eigenaar of je bent het niet? Nee, gloeiend! Vier piepen. Wat ben jij vroeg? Ach, Lex kon het wel alleen aan. Met Eva? Ja? Oh. Nee, jammer. Ja, nou ja, volgende keer beter. Dag. Fuck. Ik heb die baan niet. Oeps. Klote zeg. Met Nina? Ja. Oh. Oké. Tot ziens, dag. Ah, shit. Ah, joh, niks aan te doen. Goed, ik ga naar mijn kamer. Hey, als ik nog wat voor je kan doen of zo'n fles drank, eindtouw, scheermes, bel me. Ben je gek, ben aangenomen. Huh? Dat had jij niet gedacht, hè? Nou, nee. Maar, ze vonden mij lekker gek, ze vonden me lekker anders. Ik was precies wat ze zochten. Ah, maar zeg het maar niet tegen Eva. Maar... Ik ben toen niet van plan om die baan te nemen. Ho, maar doe je dit nou om Eva niet te kwetsen? Ah, dat vind ik echt tof van je. Ah joh, het was toch ook maar gewoon een kutbaan? Blijf je nou de hele avond de tv-gids lezen? Ja, mag ik op zijn minst weten wat ik mis? Kom nou eten, Nol. Rietje, ik heb geen trek. Weet je het zeker? Witlof met een kaassausie uit de oven. Lekkere carbonaatjes. En aardappelpuree. En heerlijke bruine jus. Nou, dat verandert de zaak natuurlijk, hè? Ja. Ik ben een beetje te hard voor je geweest. Mijn excuses, dat had ik niet moeten doen. Pilsje erbij, Nol. Heb je wel verdiend. Jongen. Maar Rietje, de bezuinigingen dan? Nou, daar vinden we wel wat op, hè? Eet nou maar, anders wordt het koud. Is er wat, Nol? Die lucht. Wakker worden! Wat is er? Wat is dit? Ja, wat dacht je? Je pens van vanmiddag. Eet smaak.